Deze flat hier achter me, die wordt over een paar weken gesloopt. De meeste mensen die zijn al weg. Behalve één iemand, Antonio Ponze. Die woont hier 35 jaar en heeft stap voor stap in zijn woning een museum opgebouwd. Over zichzelf en over de wereld. En dat gaat straks zo goed als helemaal weg. Goedemiddag. Hallo. Hallo. Mogen wij het museum bekijken? Ja, zonder meer. Kom binnen, joh. Hartstikke goed. Dit is mijn vriend. Jeetje, nou het is in de keuken meteen een raak, Antonio. Ja, ja, zeker. Want kijk, dit zijn natuurlijk de meest historische doelpunten van Feyenoord al. De gelijkmaker van Rangers Israël tegen Celtic. Het zit echt vastgeplakt met lijm volgens mij. Het is allemaal goed vastgeplakt, ja, natuurlijk. Dat kan dus niet mee, kan niet zomaar van nee, de muur af. Nee, dat is allemaal, moet je allemaal achterlaten. Zit u het zitten in het nieuwe leven in een nee, nieuw huis? Nee, helemaal niet. Niet? Nee, helemaal niet. Nee, het is echt een... Het is echt om te huilen. Ik heb het is echt een persoon. Want dit museum, dat bent u, hè? Dat ben ik. Is uw leven. Dat is de openstelling van het brein. Ja. Wat je hier ziet, ben ik zelf van binnen. Deze vaas bijvoorbeeld, hè? Die komt uit China. Die zit vol met vanille. Oh. En daar ruik ik altijd aan, omdat vanille de geur is van de eeuwigheid. Lekker. Als je nou overlijdt, het eerste, en je komt in die richting uit, dan het eerste wat je, in mijn beleving, dat is vanille ruik je. Mag die mee, of moet die weg, of mag die mee? Die moet mee, ja. Deze moet mee. Oké, dit beeld. Die komt is Biva. Dat is een die verschijnt in de Indonesische cultuur. Weg of mee? Nee, die gaat mee. Ja, toch zal er wel iets weg moeten, ben ik bang. Ja, nee, kan gaat alles, mee? Alles gaat mee. Ja. Ja, in principe gaat alles. Ja. Hey. Ja. Maar hoe gaat u? Want u moet gaan kiezen. Dat is een drama. Ja, maar dat gaat ook gebeuren natuurlijk. Waar u komt te wonen is kleiner, begrepen. Dat is veel kleiner. Gaat u daar weer een museum maken? Ja, dat is wel de bedoeling. En kunt u een beetje weggooien? Ja, dat moet wel, hè. Moet wel. Maar Koen Marlijn wordt nooit weggegooid, hoor. Die gaat mee. Ik wens u veel wijsheid, veel succes. Dank je wel. Ja, die gaat mee.